Dus we zijn nu 500 dingen tegelijkertijd aan het doen. De vloer is nu voor een groot deel gelegd. De muren zijn juist ook helemaal afgeplakt. En dan donderdag komt Sterreman, onze kunstenaar bij wijze van spreken, die dat de muur verder doet. Die gaat verder afwerken. Chauffage wordt afgewerkt. De toestellen gaan er van de week ingaan. Die zijn allemaal toegekomen. En dan voor de rest alle verdere logistiek. Dus we gaan een beetje voort doen. Oh, Wolfie, wat denk je van de vloer? Zijn je klaar? Ja, ik ben klaar. It's gonna be a special! Oh, kijk hoe mooi. Maar zie, dat is kei mooi. It's so pretty. Dat paramour papier. It's so pretty, I'm gonna die. We gaan nu wijntjes gaan proeven om onze wijnkaart in orde te brengen. In de namiddag, fantastisch plan. Kom, we gaan proeven. Voilà, gewoon negeren nu. Dus, de echte problematiek van elke dag. Elke morgen sta ik op met dit. De voor- en nadelen van dat mooi haar van mijn mama te hebben. Elke dag. Elke dag is mijn haar helemaal in de knoop. Maar ik moet aan de puntjes binnen. Ja. Jij zei dat je ervaring had, hè? Ah! We zijn vandaag uitgenodigd door Evelien Horens en Panamarenko voor een kristallen huwelijk. Thema, reis naar de maan. En we moeten verkleed gaan. Maar aangezien dat ze hier in België precies niet overal avatarkostuums verkopen en aangezien dat we mega te laat zijn, gaan we moeten creatief zijn. Dus ik heb een winkeltje gevonden, 30 minuten van hier, die zeggen dat ze blauwe smink en blauwe pakjes verkopen. Dus we gaan een keer gaan kijken. Join me to a trip to the moon! Ah, ik druk altijd op de verkeerde knopje. Ik kan het niet meer aan. Honey, I'm home! Baby. Maar ook kunnen we zeggen. Dat ik mijn nieuwe hairdo heb. We gaan nu proberen om de avatar look te maken. Ik heb lichtblauwe en donkerblauwe verf. Blauwe oortjes. Gele lenzen. En we hebben pakjes. Ah ja, en ik heb zo een soort van mastiekachtig product. Waarmee ik dan mijn wenkbrauwen ga wegdoen, brede neus ga maken. En dat we gaan proberen om de star of the evening te zijn. Bij mij is het beter gelukt. Ik heb toch het gevoel dat het goed gelukt is. Denken jullie? Dat is een heuse job, maar het blauw is van ons gezicht. Feestje is de max geweest en AP out. Oké, de day after is altijd een beetje moeilijker. Ik heb nog restanten van gisteren in mijn haar, op mijn gezicht en in mijn hoofd. Dus ik denk dat vandaag een rustig dagje wordt. Voordat volgende week de storm terug gaat waaien. Moonlight, yeah. Good times. Mm-hmm. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight.